playing game op de map Nuketown 25. Kom maar op. Ik weet niet hoe ver we voor of achter staan, maar dan gaan we even achter zien komen. Ik ga spelen met de MSMC. Oh, het potje is net begonnen. Oké, kom maar op, boys. Waar zitten jullie allemaal te campen? Want ik weet dat jullie aan het campen zijn. Daar zit er één en daarachter ligt er één en die snijdt me. Mooie campspot, jongen. Prachtig. Blijf maar lekker staan, want niemand die het leuk vindt. Behalve jij zelf, die misschien 2 kills maakt in het hele potje. Maar we laten hem staan. We gaan nu namelijk achter hem aanrennen. Dus nu gaan we pakken ook. Refnak pakte volgens mij. Refnak even. Goed zo, jongen. Ik wil een shock charge. Lekker. Er staat er hier volgens mij ook nog één boven, maar die laat ik ook lekker staan. En... what the... maat, even op je UAV leren letten, jongen. Hij kan me makkelijk kunnen hebben, want ik lag namelijk opeens proonblok of zo, dus ik kon mezelf niet meer bewegen. Maar als hij gewoon even goed had opgelet, dan had hij me echt makkelijk kunnen afschieten. Maar we spelen met de MSMC Fastmac en we gebruiken Lightweight, Flex Jacket, Scavenger Toughness en Dexterity. Ik was namelijk perks aan het kijken, lul, kill me dan niet. Ik was even aan het kijken wat ik aan had staan, ja, voor YouTube. Mag dat nog ineens in dit spel? Zo, ze staan echt weer hard te campen, joh. Allemaal shock charges, allemaal andere dingen, joh. Zo. Goed bezig, man. Goed bezig. Jij bent de enige die niet staat te campen. Ik ben geen Piet volgens mij. Oh, jij hoort bij me. Ik heb geen minimap meer. Ik wil mijn minimap terug, want ik zie niks. Ik ben helemaal niet geen Piet, want ik heb mijn richtpunt nog wel. Waar is mijn minimap heen dan? Huh? Er klopt hier geen zak meer van. Ik kan mijn UAV ook inroepen, maar mijn minimap is weg. Kutspel. Wat is dit? Is die nu weer terug? Ja, hij is weer terug. Hallo, minimap. Dankjewel, jongen. Zonder minimap kan je helemaal niks doen in dit spel. En zonder enemies kan je ook niks doen. Dus ik hoop dat er even 2 enemies bij komen. Of 3. Maar waar was mijn minimap opeens helemaal? Wat is dit voor kutbug? Gewoon die minimap is helemaal weggegaan. Hij is nu gelukkig weer terug, hoor. Maar het was wel irritant. Want die minimap, daar kijk je eigenlijk non-stop op als je gewoon goed je best doet. Dan blijf je non-stop op kijken van oké, er staat daar een enemy, oké, er staat daar een enemy. En als je er eventjes niet op kan kijken, terwijl je bijvoorbeeld ge-EMP'd bent, oftewel er gewoon een dikke buck in dat spel zit, dat ik er niet meer één heb, dan is het een schijt irritant om dan nog een keertje een enemy te kunnen gaan killen. Maar nu is hij terug, dus kom maar op. Volgens mij staat er hier een boven. Nee, maar er komt er nu wel een naar binnen. Ja, goed zo. We moeten weer eventjes een nieuwe UAV halen. Mooi aan het kampeneren. UAV. We staan echt overal. Die sniper ligt er ook weer achter, volgens mij. Uh-oh. Dat is niet aardig, jongens. Via met 2 kanten pakken. Alsjeblieft. En onze Hellstorm is al sowieso binnen. En onze leiding hebben we ook binnen. Goed zo, jongens. Dan gaan we snel door naar het midden. Ik vind Nuketown altijd een beetje irritant spelen. Omdat die enemies letterlijk overal kunnen rennen. En als je dus eventjes niet oplet, dan ga je... oh, die is hiervoor gaat vaag. Dankjewel. Ik wou een wapen pakken. Ik wou de hele tijd een wapen pakken, maar het lukte me gewoon niet. Nou, dan gooien we onze scorestreaks nu wel neer. Ik probeerde een wapen op te pakken, maar waarom kon ik nou geen wapen vinden, man? Ik zag er de hele tijd eentje liggen. Ik hou de hele tijd vierkantje ingedrukt. Maar dan kregen we gewoon geen nee. Snel die Hellstorm erachteraan gooien. Waar spannen jullie? Op dezelfde plek. Bingo. 2 kills. Er spannen ook nog een paar mensen achter me, maar die zijn zo te zien gekild door een Bowsing Sletty. Lekker, jongens. Kom op. We moeten even wat meer kills halen in dit potje. Het zijn pas 60 kills gemaakt. Dus we kunnen er nog 5 pakken. Ik gok op 5 kills. Kom op. Dat is 2. Nog even doorgaan. Ik wil de 5 hebben voordat het potje erop zit. Dat is... spant er hier iemand? Ja! Dat is niet 3! Kutzooi! Kom op, ik moet er nog 3. Ik moet er nog 3, jongens. Ik wil de 5 halen voordat het potje is afgelopen. Ik zit op 2. Ik stel mezelf gewoon eventjes challenges in dit live compleetje. Vind ik altijd wel leuk om te doen. Je moet natuurlijk een doel hebben als je dat spel speelt. En je moet niet gewoon spelen omdat het gewoon speelbaar is. Maar altijd een doel aan jezelf stellen. Dankjewel voor de save. En dat is nummer 4. Nog 1 keer voordat het potje erop zit. Ja, dat gaat wel lukken. Is die daar? Nee, daar is die nog niet. Is die daar? En op de 5e kill, dankjewel. Dan gaan we er nog eventjes wat bonus killetjes bij maken. Dat zijn er nog 2 erbij. UAV er nog bij ook. Gaat lekker zo. Komt die Riot Shield dude weer aanlopen. Die komt de hele tijd om me afrennen. Ik weet niet waarom die dat doet, maar ik vind het wel goed. Want ik kan de hele tijd opnieuw killen. Nog even een leidingstraatje gooien voordat het potje erop zit. Ik gooi hem gewoon random in de map. Waarom denk ik dat nou weer? Ik had hem even mooi moeten gooien. Maar alsnog. En iemand anders heeft de final kill. Maar alsnog hebben we wel gewoon een lekker potje weer neergezet. 37 om 8 in een playing game Nuketown. Er waren pas 8 kills gemaakt. Dus een playing game. Tussen haakjes, want daar was ze echt net begonnen. Maar alsnog hebben we een eindscore van 37,8. Zoals je kan zien, de final kill van BadBebly66. En mocht je het nou leuk hebben gevonden, jongens, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.